Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. We zijn denk ik bijna bij het einde. We zijn in de donkere toren van de donkerdere vorst. Alles is donker en het wordt nog veel donkerder. En ik dacht dat ik even een vampiertje ging zoeken. Want ik heb jullie comments gelezen en jullie zeggen ja, in de stad, in het reisrijk, daar zou iemand moeten zijn en daar zou je vampierenkracht kunnen krijgen. Maar ik heb net gekeken en ik kan hem helemaal niet vinden. Dus als jullie tips even hebben over hoe ik de vampier of de elf kan vinden, laat het weten, want tot nu toe staan ze er nog niet. En die wil ik natuurlijk wel graag ontgrendelen. Maar misschien kan het pas als ik hem heb uitgespeeld of zo. I don't know. Ik weet het niet. Laat het weten waarom ze er niet zijn. Anyway, we moeten kristalletjes verslaan. En Steve is lekker aan het koken voor ons allemaal. En we staan allemaal in de fik. En we zijn allemaal tegenstanders aan het burnen. Heel nice. En Mario doet er even een schepje bovenop. En dan is het denk ik wel klaar. Nee? Wat? Nou, ik dacht dat ik mijn hyperpoeder niet nodig zou hebben. Maar misschien heb ik die toch nodig. Nah, nee, vast niet toch. We kunnen dit wel toch. We kunnen die kristallen nu wel slopen toch, mensen allen. Bim, bim, bim. Ah, er is er nog eentje over. En die gaat Steve even nakken. Hartstikke. Ik ben benieuwd hoe lang dit nog gaat duren. Oh, wauw. Trouwens, dit is lekker. Mario gaat naar level 23 en Steve gaat naar level 22. En we krijgen nog bonuspuntjes. Nou, die zijn dan ook voor Stevie. En ik heb ijsbergsla. Dat is wel lekker trouwens. Dat is gezond voor je. Oh snap, we moeten een hendel omzetten. Links of rechts? Weet je, ik ga een keer voor rechts. Verkeerde keuze. Lekker dan. Ik ga bijna altijd volgens mij voor links. Nou ga ik een keer voor rechts en dan was het de verkeerde keuze. Jongens, als je dit nog steeds vet vindt, doe zeker even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Voor iedere dag Nintendo video's. En dan moeten we even een Fire Demon gaan nakken. Ja, nu wel hyperstrooisel hoor. Gaan we ons ook gewoon even allemaal beschermen. Zo, hatsevlat. Aanvallen! Hoppa! Oh, oké dan. Oké, bescherming was denk ik niet heel erg hard nodig. Want dit gaat hard genoeg zo. De Fire Demon is ook al kapot. Het ging makkelijker dan die kristalletjes. Oké, komen we nu misschien langs een kistje of zo? Ik bedoel, een nieuw itempie. Nee, alleen maar enemies. Ah, Draki. Oké, guys, laten we vechten. Come on, Steve. Steve sloopt die draak gewoon even, joh. Geen enkel probleempie. Die hyper dingenpoeder, dingenstrooisel is echt overpowered, jongen. En we gaan nu met z'n allen gewoon met z'n allen op één kristal. Waarom ook niet, jongen? En daar is de herberg. Nee, ik heb post. Van Snorlax. Die stuurt even 5 uitjesbonden deze kant op. Lekker, man. En we hebben 1550 mensen gered. Meer HP-strooisel. Lekker. Oh, nee. Oh, nee. Wie is er nou eens ziek, jongens? Het is... Is er iemand fan van ijsbergsla, jongens? Ja, jij, Zucker. Jij vindt het wel yummy. Nou, hier. Neem er nog even eentje extra dan. Ik ga even switchen van team. Ik neem team Zucker, Toad en Zelda. En dan moeten we nu hier zijn. Ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren, jongens. Er stond hier een uitroepteken. Dat betekent dat hier waarschijnlijk iets gaat gebeuren. Ruzie. Of nog net geen ruzie. Ah! Huh? Dit is Mr. Mime. Is Mr. Mime's gezicht weg? Jongen. Is je gezicht nou weer gestolen? Wat is dit? Dit is een neppe duistere vorst. Wat gebeurt hier? Wacht, moeten we... We moeten tegen alle bazen nu opnieuw weer gaan vechten. Tegen de Mr. Mime Fantoom. Oké, hier ben ik niet blij mee, jongens. We moeten... Nou ja, deze Fantoom die hadden we op zich wel snel genakt. Ik weet niet of die nu nog sterker is, maar... Als die even sterker is als de vorige keer, dan hebben we hem zo kapot, denk ik. Kijk, prikken de prikken de prik. Lekker. Wat is die aan het doen? Oh, hij doet iets met Zelda. Zelda, waarom slaap je? Ga maar even in de schuilplek slapen. Pak hem! Kom op, Tootje. Kom op, Zucker. Jullie zijn supersterk. Let's go, let's do this. Beam. Oké, Zelda is beter. Nice. Dan kan Zelda er weer uit. Helemaal top. En nu gaat hij... Oh, hij laat nu mij slapen. Potverdorie. Pak hem aan, Toad. Zet hem het betaald. Kijk, weet je wat wel het voordeel is? Oh, dat ik al beter ben. Maar een ander voordeel is dat we deze natuurlijk allemaal al een keer hebben verslagen. Dus we weten dat we ze kunnen verslaan. Dit moet goed gaan komen. Let's go, Zelda. Wat ga jij doen? Zelda gaat ons weer allemaal aanmoedigen. Toppie. Oké, nu is Zuckertje aan het slapen. Geeft hij mij een tikkie. En dan gaan Toad en ik nog even een keertje hyperen. Want dat vinden we gewoon leuk. Pak hem, Toad. Lekker. Pak hem, Rikachu. Lekker. Zucker is weer beter. Helemaal lekker. Helemaal top. Oh. Was dit hem al? Kijk, dit is easy, man. Easy. Wat een neppe, duistere vorst, jongen. Kost geen eens moeite eigenlijk. Toad had deze ultieme lekkernij even gestolen van hem. En daar is het gezicht van Mr. Mimepie.
Maar waarom ben je überhaupt hier, jongen? Ga weg gewoon uit deze toren. Ga lekker naar Elfenland of zo. Je moet hier helemaal niet zijn. Je hebt hier niks te zoeken. Hij vraagt of we hem nog herinneren. En ik vraag de duistere vorst. Klopt, alleen ben ik nu een gewone sterveling. Door de duistere vorst te verslaan heb je me bevrijd van de duistere vroeg. De duistere vorst heeft vreselijke dingen gedaan, maar daar had ik geen controle over. Geloof me, alsjeblieft. Ik geloof je wel, jongen. Ik geloof je wel. Nu gaan we de rest hier zo gaan we even helpen. En hij wil ons ook helpen. Oh, Mr. Mime gaat ons helpen. Nou, lekker man. Top, kom ons helpen. Ik ben benieuwd wat je krachten zijn, jongen. Kijk hem erachteraan wobbelen. We krijgen gewoon hulp van Mr. Mimepie. Dat vind ik leuk. Ga jij even graven? Tootje. Oh, Toot heeft geld opgegraven. 173. Zo weinig. Wat heb ik nou? 173 monies. Daar koop ik nog maar net een HP-banaan voor. Ik heb een ultiem lekkernij 1 en een ultiem lekkernij 2. Ja, iedereen vindt die ultiem lekkernij toch wel lekker. Ja, ik heb Mario al superveel geleveld. Die verdient het eigenlijk niet meer. Wie heb ik nog niet zoveel geleveld? Ja, Shadow, hè? Shadow heb ik nog niet zoveel geleveld, maar hij vindt het ook niet lekker. Oké, Zelda, wil jij die andere dan? Je vindt het ook niet lekker? Wat een zeurpieten. Oké, ik kan weer iets kopen. Ga ik iets voor Shadow kopen? Ga ik iets voor Mario kopen? Of voor Zucker? Ik ga iets voor Shadow kopen. En jullie hebben trouwens ook gezegd dat ik Shadow en Epona moet levelen. Want hun twee samen kunnen blijkbaar ook een heel sterke aanval. Dus eigenlijk moet ik Shadow eventjes in de stal doen. Hier Shadow, ga jij even lekker in de stal. En dan gaan we verder. En dan komen we bij de Quizmaster. Professor Okidoki. Weer ze door, pret en spellen. Zeker jongen, zeker wel. Kun je onze Mysterie Mii in één oogopslag herkennen? Ik hoop het. Oké, we krijgen 3 vragen. Vraag 1. Wie was dat? Dat was Jigglypuffy. Jigglypuffy. Dat is echt heel raar eigenlijk. De neus zit boven de ogen en... Nou ja, anyway, we gaan lekker door. Nummertje 2. Dat was Wariootje. Ja, kijk, ze zijn best wel makkelijk te herkennen allemaal. Ze maken me nog niet heel moeilijk. Dat is lang geleden, jongen, dat ik hem heb gezien. Oké, vraag 3. Dat was Link. Sowieso. Die kwam even lekker in beeld. Deze ziet er wel echt leuk uit. Ja, nou krijg ik zeker weer HP banaan of MP snoepies. Ja, 5 MP snoepies. Ik heb er niks aan. Ja, Shadow vindt het lekker, MP snoepies. Maar goed, voor de rest heb ik er helemaal niks aan. Oké, we kunnen door. Ik zie daar een kissie. Ik wil sowieso een keer naar het kissie. En ik ben benieuwd wat Mr. Mime voor ons gaat doen. Nou helemaal niks zo te zien. Wooloo is beter. Nou zijn Wooloo, Guigi en Shadow wel hier. Dat is gewoon één compleet team. Dus dat is chill. Dus Toad gaat even uit. En dan gaan we Guigi en Shadow aanzetten. Dan hebben we gewoon een compleet teampie. Dat is nice. Alright, let's go. Let's do this. Iemand hier. Hallo. Ja, ik riep om iemand. Dan kunnen we iemand krijgen. 2 ufo'tjes. Oké. Laten we even ufo'tjes gaan slopen dan. Geen alien. Aliens zijn niet gewenst hier. Ongewenst, jongens. Hij geeft me een tikkie van 1 HP. Ja, dat doet pijn, hoor. Dat doet echt pijn. Dit ging best wel makkelijk. Hey, en Wooloo gaat een leveltje omhoog naar level 22. Guigi gaat ook bijna een level omhoog. Ik denk dat hij tijdens het volgende gevecht wel een leveltje omhoog gaat. En hier is een kissie. En daar zitten bottenbiscuitjes in. Oké, oh nee. Oh nee. Oh, wat gebeurt er met Guigi? Wie heeft het licht uitgedaan? Waar is iedereen? Gaan we naar links of naar rechts? Guigi, ga naar rechts. Ja! Oh, gefeliciteerd! Het is een surprise party voor Luigi. Guigi is vandaag jarig, jongens. Schijnbaar. We gaven hem even een taartje. Dit is te grappig. Oké, volgende battle. We moeten weer serieus overschakelen nu. Even weer serieus doen. Guigi krijgt een extra grote sleutel. Wooloo gaat ook aanvallen. Mega ontploffing. Zo, die was ook lekker inderdaad. En dan ga ik die andere 2 kapot maken. Ah, lekker man. Soepeltjes, joh. Kijk, nu lijkt het alsof we gewoon keihard klaar zijn voor de eindbaas. Maar ik heb geen idee, hoor. Guigi gaat nu in ieder geval ook wel een leveltje omhoog op zijn verjaardag. Dus dat is heerlijk. En dan zijn we alweer bij de herberg. Ik heb mail van Ganondorf. Uitjes bonnen. Hey, en Shadow en Epona gaan een level omhoog. Ik weet niet welk level ze moeten zijn. Maar we moeten in ieder geval blijkbaar Shadow gaan trainen volgens jullie. Oh, zo. Wow, dit cakey is trouwens wel echt heel nice. Ja, het cakey was ook eigenlijk voor Guigi. Ja. Ik bedoel, het is Guigi's verjaardag. Dus zo, dat was echt een heel goed cakey trouwens. Toad krijgt lekker bottenbiscuitjes. Geniet er maar lekker van, Tootje. En dan hebben we hier nog eentje extra. En die neem ik gewoon lekker een keertje zelf. Hoppa. Oké, we moeten door, want we moeten onze maten zoeken. Maar we kunnen ook even naar het kissie gaan. Ja, en op dit moment vind ik het kissie belangrijker dan onze maten. Is dat heel erg? Ja, misschien is dat wel een beetje erg. Nou ja. Sorry, maten. Sorry. Hoppakee, mega bliksem er bovenop.
Even een bladaanval. Ik lijk wel een soort van Bulbasaur, jongen. Ah! Er werd een AP-banaan gestolen. Nou ja, daar heb ik er toch 392 van. Ja, en Mr. Mimepy, die komt ons helpen. Die loopt er een beetje achteraan, maar eigenlijk hoeft hij helemaal niks te doen. Want elke keer voordat Mr. Mimepy aan de beurt is, dan hebben wij de vijanden al gesloopt. Misschien moet ik minder HP-stroosel gebruiken. Dat maakt het echt veel te makkelijk allemaal. Mega bliksem! Mass Blood! Ah nee, oké, er worden wel nu veel banaantjes gestolen. Come on, Shadow! We helpen Shadow allemaal! Die vlinder, die kreeg het zwaar te verduren. Kijk, oh, nu kan hij wat doen. Mr. Mime deed wat, maar hij deed maar 1 HP damage. Dus ik denk dat Mr. Mime level min 10 is of zo. Ik weet niet, die bakte er niet veel van, maar Shadow gaat wel een leveltje omhoog. Dus dat is super chill. Al mijn teamgenoten hier zijn een level omhoog gegaan. Oh, wow. Oh, ik was aan het dromen. Ik dacht even dat ze allemaal in standbeelden waren veranderd, joh. Luigi, die ruikt iets lekkers. En Wooloo zegt, vadertje, nu pas op. Ik gebruik een nieuwe shampoo, zelf gemaakt met organische ingrediënten. Nou ja, lekker gedaan, Wooloo. Oh, kijk, Luigi gaat proberen de eentje in één keer te slopen. Dat lukt hem niet. Potverdorie, jongen. Die aanval mist wel vaak. Hij probeert het wel vaak, maar hij raakt hem, denk ik, maar 1 op de 4 keer of zo. Oh, ik krijg een extra groot wapen. Dankjewel. Ja, ik ben er niet heel blij mee eigenlijk, want daarmee raak ik eigenlijk maar 1 enemy, terwijl ik ze gewoon allemaal wil raken. Kijk eens even wat er gebeurt, jongen, deze freaking vlinders. Ze maken me bijna kapot, joh. Moet je zien, het gaat helemaal niet goed met mijn team. Gelukkig heb ik 320.000 HP-strooisel. Ik had ook nog schild kunnen gebruiken, maar had ik geen zin in. Hé, die Mr. Mine, die bakte niet zoveel van. Nu die geen duistere vorst is, doet hij eigenlijk helemaal niks. Maar we hebben deze battle gewoon weer gewonnen. Toad, die wil heel graag een nieuw pakje. Ja, die mag je zeker van mij hebben, Toad. Het superkattenpakje. Ik heb een alien snoepje. Die wou ik aan Shadow geven, maar die vindt het helemaal niet lekker. Wooloo vindt het ook niet lekker. Nou, dan heb ik ook nog vlinderhoning. Vind je dat dan wel lekker, Shadow? Ja, dat is beter. En jij, Wooloo, vind je dat nice? Ja, Wooloo vindt het heel nice. Dan heb ik er ook nog eentje voor Luigi. Alsjeblieft. Hey, we zijn bij het kistje. Ik hoop dat hier even een lekker nieuw wapentje in zit voor iemand. Een lekker duur wapentje. We gaan het zo zien. Daar is in ieder geval een klein kistje. Oh, daar zit 5200 money in. Dat is best veel. Oh, daar ben ik ook wel blij mee. Het mag hier wel wat spannender, zegt Wooloo. Nou, er zal hier waarschijnlijk een vijand in zitten. Oh nee, een game ticket. Nog een kistje en daar zit dan wel een vijand in. Oké. Ik moet even het schild aanzetten. Deze is altijd gevaarlijk. Als deze hier raken, dan ben je in één keer dood. Dus dat moeten we niet hebben. Kijk, ze willen shadows slopen. En ze willen Luigi slopen, maar dat lukt ze net niet. Nee. Oh, de Epona doet maar 1 HP damage op hun. Waarom? Ik denk dat we ze eventjes heel snel kapot moeten maken. Ze gaan niet kapot. Kom op, de Shadow, sloop ze. Jij dan. Ik denk dat ik even iedereen laat hyperen, want ik geloof dat we dat nodig hebben. Voor wie gaan ze nu? Ze gaan nu voor Wooloo. Kom op. Oké, we hebben geen schilden meer. We moeten ze kapot maken. Eentje is weg. Lekker. Come on. Nu die andere nog. Bap, bap, bap. Die is nog niet kapot. Jullie moeten mij helpen, jongens. Help mij. Nee. Hij gaat iemand slopen, denk ik. Of gaat Shadow het fixen? Shadow gaat het fixen. Huh, deze waren sterk. Ik dacht eigenlijk dat zij heel snel kapot konden gaan. Maar dit kost echt superveel moeite. Ik heb helaas geen nieuw wapen gevonden. Dat vind ik dan weer wel jammer. Maar ik heb wel veel geld. Dus ik zou nu een nieuw wapen voor Wooloo kunnen kopen. Weet je, laten we het doen. Wooloo, jij krijgt een nieuw wapentje, jongen. Een helde toverstaf. Die ziet er vet uit, trouwens. Neem het mee. Ja, dan gaan we nu weer op pad om onze maten te zoeken, hoor. Ik ben benieuwd wat voor vijanden we hier nog meer gaan krijgen in deze toren. We hebben net de duistere vorst gehad. We krijgen waarschijnlijk ook nog allemaal andere oude bekenden. Oké, dit is een vrij gemakkelijk gevechtje, denk ik wel. Ja, kijk, Shadow. Bibbly Blimpy. En die is ook weg. Shadow is wel ook sterk, hoor, hé. Mr. Mime die zegt, ik kan het nog steeds niet geloven. En ik vraag, wat kan je niet geloven? En hij zegt dat ik de duistere vorst was. En dat ik al die arme mensen zo heb laten lijden. Hij had geen controle over zijn eigen lichaam. En hij moest machteloos toezien hoe de duistere vorst overal chaos aanrichtte. Arme Mimepy. Ja, hij kon er inderdaad niet zo heel veel aan doen. Het is wel een beetje sneu, inderdaad. Oh, man, die mega-ontploffing van Wooloo, jongen. Oh, dat is ook wel echt een hele chille aanval, inderdaad. En alles is alweer klaar. Alles is alweer gefixt. Shadow en Epona gaan nu naar level 12. Ik weet niet of dit de aanval is die hij moet leren. Of dat hij nog veel sterker moet worden. Ik laat hem maar eventjes gewoon. Hoe sterker ze worden met elkaar, hoe beter. Terwijl Toad ook even een cadeautje heeft gekocht voor Shadow. En dat is een tandenborstel. Oftewel, Shadow, je stinkt uit je bek. Shadow is er wel blij mee, ja. Oké.
Oké, ik ga niks meer zeggen. Wooloo is jaloers. Die wou ook een tandenborstel. Die stinkt ook uit zijn bek. Oké, Shadow weer terug naar de paardenstal. En een nieuw wapentje voor Shadow, jongen. Let's go, een heldenpatroontje. Daarmee gaat hij maar liefst 14 punten omhoog in zijn aanvalskracht. En hij was al best wel sterk. Super chill. Dit is best wel een uitgebreid torentje volgens mij. Ik dacht misschien gaan we gelijk de bocht om of zo. Maar nee hoor, we hebben gelijk eerst nog een ander leveltje. Volgens mij hebben we eerst nog 10 levels voordat we überhaupt bij mijn maten weer zijn. De duistere vorst die heeft wel voorzorgsmaatregelen genomen om ons het zo moeilijk mogelijk te maken. Ik vind het wel echt gangster dat Epona gewoon heel deze toren gewoon meekomt. Wow. Is dat het gezicht van Snorlax? Ja, het gezicht van Snorlax en Peach. Nee joh, wat moeten we... Laat me jullie helpen. Ah, de sterke Snorlax Golem en gouden generaal Peach. Oftewel de sterkere versie van deze twee enemies. Dat betekent dat Shadow en ik in hyper gaan. Dat ik eerst maar eventjes... Wacht, nee, ik wacht nog even met het schild. Ik ga eerst maar even kijken hoe dit gaat. Ik ga wel eventjes de MP-strooisels toevoegen. Zodat iedereen weer voldoende magic points heeft. En dan gaan we denk ik. Let's go, let's do this. Kom op, Luigi. Pak ze met de snuif. Mega bliksem, lekker. Oké, Rikachu. Pak ze. Waarom helpen we elkaar? We moeten elkaar meer helpen, jongens. We moeten elkaar meer helpen. Oké, gelukkig. Ze doen niet zo heel veel damage, vind ik. Dat valt echt wel reuze mee. Ze zijn niet heel sterk. Ik had ze sterker verwacht, als ik heel eerlijk ben. Shadow die geeft even een behoorlijke salvo. Oh, kijk. Oh joh, die ijsgolem is nu al kapot joh. Dan moeten we alleen nog die Donkey Kongie. Pak hem hoor, Shadow. Pak hem. Even wat strooisel. Ah ja, dit gaat goed komen. Pak hem aan, Mr. Mime, met je 1 HP move. Kijk dan. Oké, eerlijk? Eerlijk, ik had deze ook wel weer moeilijker verwacht hoor. Misschien gingen ze ervan uit dat ik nu nog level 14 ben of zo. Maar ik heb natuurlijk een beetje getraind hè. Dus misschien ligt het daaraan. Ga ik Wooloo de bonuspunten gunnen? Ja joh, waarom ook niet? Kijk, en daar hebben we de Peach en Snorlaxie. En hun gezichtjes, die komen weer terug op een blije bakkense. Ja hoor. Nou, alsjeblieft. Geniet van het eten weer, Snorlax. Ga maar lekker weer kippenpoten eten en dat soort dingen. Ze zijn heel erg blij dat we ze hebben gered. Nou ja, dat is het dan denk ik wel voor deze twee. Ze moedigen ons aan. En ze gaan lekker door eten. Nou ja, vooral Snorlax gaat door eten. En dat was hem dan weer voor deze aflevering, jongens. Doe weer even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En gooi even wat reacties gewoon als support. Gewoon omdat het tof is. Bijvoorbeeld, eet je vanavond ook een kippenpoot? Net als Snorlax. Laat het weten. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!